Nou, hier is Reins met een goed voorzetje. Oh, Jezus, Gods, maak er even sprong. What up mensen, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video van de FC 24 Ajax Career Mode. We gaan eindelijk weer door. We gaan eindelijk weer verder. Als we naar de kalender kijken, zien we dat we maart hier eigenlijk hebben afgerond. Geen wedstrijd meer over. En dan in de volgende maand. Dit is een hele interessante, heel leuk maandje als je kijkt naar de wedstrijden die we hebben. Go Ahead, nou die zullen we gaan simmen. We hebben AZ, we hebben Europa League voetbal. En dan vervolgens hebben we daartussen ook nog eens een bekerwedstrijd tegen Twente. PSV is daarna en ook nog Feyenoord. Dus we hebben een heel leuk maandje in april. April heeft leuke wedstrijden. We gaan dus niet heel april in één keer doen, deze aflevering. Met dat gezegd te hebben, dan wil ik wel zeggen, we naderen het einde van het seizoen. En dat is eigenlijk goed nieuws en slecht nieuws. We beginnen met slechte nieuws. Na dit seizoen is Ajax carrière voorbij in FC 24. Het goede nieuws is, FC 25 komt er dus aan. Dat is niet heel ver weg meer. En dan gaan we gewoon opnieuw. En ik ga het anders doen dan afgelopen jaar. Afgelopen jaar zat ik te wachten op mods. FC 25, zodra die game uit is, gaan we Ajax carrière met weer knallen. En gewoon weer zoals we het gewend zijn. Zoals jaren terug. Dat we gewoon eigenlijk, misschien niet op release dag zelf. Want ik moet ook gewoon werken en dingetjes. Maar in ieder geval wel gewoon uiterlijke dag na release. Gewoon direct video's hebben met Ajax carrière. En daarna nog iets. Maar goed, de plannen daarvoor leg ik nog wel uit in een andere video. Voor nu gaan we gewoon verder in april. Genadig met het einde van deze carrière mode dus wel. Maar goed, we hebben nog wel een leuk maandje voor die tijd. Mochten jullie er zin in hebben, klik dan vast op het duimpje omhoog. En dan gaan we nou gewoon verder simuleren. Nou, dan zien we nu dus Go Ahead. En zoals ik al zei, deze ga ik simuleren. De wedstrijd tegen de Eagles. We zien wel dat we een paar wisseltjes moeten doen. Want we hebben last van een geblesseerde Taylor. Dus die gaat eraf. En daar gaan we, ik denk, Fitz Jim maar even starten. Taylor naar de reserve. En dan nemen we mee. Ja, eigenlijk kunnen we alleen maar Unuvar meenemen. Dat is de enige middenvelder die we op de reserve over hebben. Dat is wel een dingetje. Nou goed, voor nu redt zich dat wel. Verder ga ik niet echt iets aanpassen. Hiermee gaan we gewoon simuleren tegen de Eagles. En het snelle simuleren levert een 2-2 gelijk spelletje op. Somerville met een goal. We zullen vast nog wel meer blessure hebben. Nee, toch niet. Somerville en Almada zijn de doelpuntenmakers voor ons in ieder geval. En Linsson voor de Eagles daar zo te zien. Ook wel interessant. Oud spelertje van ons. En dan nu de competitiewedstrijd tegen AZ. Ze hebben 60 punten, wij 67. Een verschil van 7 puntjes. Maar kan dus alsnog een leuke pot worden. Wij staan zo te zien tweede in de competitie. Daar ga ik even nachecken. Want Twente staat dus eerste. 1 punt meer als ons. PSV staat gelijk in punten. En AZ staat op de 5e plek. Met Feyenoord bovenop de 4e plek. 62 punten. Twente eerste is wel een hele interessante. 68 punten voor de mannen uit Enschede. Die draaien wel een erg sterk seizoen. Goed, wij gaan dus nu aantreden tegen AZ. Laten we eens kijken hoe onze opstelling eruit ziet. Nou, die opstelling gaat gewoon in principe gewoon weer de basis zijn. Behalve Taylor dus met zijn blessure. Daar gaan we neerzetten Fitz Jim weer. En dan nemen we gewoon weer Unuvar mee op Bankie. En ik ga een range starten. En dan hou ik Roberto fit voor het Europa League duel. Vind ik ook wel een keer prima om te doen. Misschien nog een paar andere wisseltjes. Eens even kijken. Nee, niet per se. Dit gaat het eigenlijk gewoon zijn. Laten we richting de aftrap gaan. Nou, tijd voor die Noord-Hollandse derby. AZ mag gaan aftrappen. We zijn begonnen. Hier is Range. Ik zie Brobby weer gaan. Dat is een heel goed balletje van Range. Brobby moet het afmaken en schiet naast. Ai, 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 ai. Bijna onderschepping. Hier is Akpom voor AZ. Dat is even heel apart om te zien. We onderscheppen hem wel. Misschien kunnen we counteren hier. Brobby, jij moet gaan. Wordt wel een beetje half de vleugel opgestuurd. Beuk hem even door. Doe maar een power shot, jongen. Oh, we moeten zulke kansen echt vaker gaan afronden. Oké, Somerville over de vleugels vertrokken. Die is in principe ook wel sneller als de man. Paas tussendoor. Fitz Jim, goed balletje. Oh, zie je dan misschien? Nee. Ai, 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 ai. Nou, AZ met Van Brederode op de vleugel. Wat ga je doen, vriend? Tikt hem terug. Wolf. Terug naar Van Brederode. Ai, dat is zonde. Leven hem zo in. Kunnen wij hier dan counteren? Over het vleugeltje. Range vertrokken. Almada daarmee.
Oh, dat is heel ver vooruit. Oeh, dat is klungelig. Hier is Brobby weer. Brobby, nou moet je toch echt doen, vriend. Rond dit af, juist. AZ is niet lekker bezig met hun balbezit. Lever hem gauw in. En nou staan we 1-0 voor Brian Brobby, topscorer van de Eredivisie in deze carrière-mode. Tikt er weer eentje bij in. En zo zal hij wel even topscorer blijven, onze nummer 9. Prima goaltje. Het had er al meer kunnen wezen. Maar goed, voorsprong is voorsprong. Stand 1-0. Kijk, dit is weer geklungel. Weer is het Brobby. Haal hem maar in één keer uit van een afstandje. Oh, het zou toch mooi zijn als we het een keer van zo'n afstand kunnen poeieren. Ja, rust. We staan voor een paar kansjes gehad. AZ een beetje balbezit, maar we weten de kansen van hun tot nu toe in bedwang te houden. We hebben nog niet echt op doel geschoten. Hopelijk kunnen we in de tweede helft gewoon nog een doelpuntje erbij prikken. Nou, in het kader van Europees voetbal haal ik Summerville eraf voor Gods en Ziyech eraf voor Traoré. Oh, daar is ruimte op links. Gods is hier. Gods. Ai. Te snel, te scherp naar binnen. Nou, hier is Reins. Met een goed voorzetje. Oh, Jezus. Gods maakt er even een sprong. En helaas kunnen we de bal niet binnenhouden. Nou, Vince Jim is behoorlijk moe. Hij gaat eraf voor Unuvar. Rosario gaat eraf voor Vos. Oh, goede verovering. Belangrijke verovering van Almada. We moeten het namelijk op slot zetten. Dat is niet slecht. Traoré, oh, op de doel, man. We houden hem wel binnen hier. Dat is Meijer. Gods. Vos. Ik zie alleen geen ruimtes. Oh, dat is een pijnlijke balverlies daar. Kan AZ counteren. Ze gaan het in ieder geval proberen. Chuba Akpom. Tikt hem terug. Ja, de angel is wel uit de aanval gehaald. De tempo is eruit gehaald. Maar hier ontstaat een gat. Akpom werkt zich er enigszins door. Maar komt niet voorbij drie man. Dat is te veel gevraagd. Nou, misschien nog een kansje voor ons. Ja, Traoré. Vertrokken nu. Vertrokken. Geef hem mee. Dat is Gods. Maak het af. Oh, Brobby is wel een tank. Die beukt zich er wel door tot dusver. Meeré, want Traoré komt niet aan. Nu heeft hij wel alsnog de bal. Kan hij hem behouden? Nee. Oh, geklungel. Bijna nog in de extra tijd. We hebben nog wel een laat cornertje. Almada die nu klaar staat. Slingert hem de 16 in. Daar is Grote Meijer. Komt er niet bij. Hij kan de scheids nu wel gaan fluiten. Dat doet hij ook. En dan winnen we met 1-0 in eigen huis van AZ Alkmaar. Nou, ik ben blij met de resultaten en de 3 punten. Het is nog wel kijken of die 3 punten daadwerkelijk iets gaan opleveren qua ja, verschuiving in de stand. Of we die eerste plek kunnen pakken. Maar goed, daar gaan we snel achterkomen. We gaan rauw verder. Na die wedstrijd is Kenneth Taylor ondertussen hersteld verklaard. Hij zal dus weer aansluiten bij het team. Ondertussen zien we in de Eredivisie tussenstand dat we eerste staan. Alleen de kanttekening is Twente heeft een wedstrijd minder gespeeld. En hun volgende wedstrijd is tegen FC Utrecht. Die staan wel 6e in de competitie. Dus daar kunnen ze nog wel een aardige kluif aan hebben. Ze spelen wel thuis. Dus eigenlijk verwacht ik dat ze wel gewoon gaan doen wat ze moeten doen. Aangezien ze gewoon een heel sterk seizoen draaien. Maar goed, je weet nooit. Wie weet behouden we die eerste plek. We hebben wel het beste doelsaldo. Of is dat van PSV ook niet slecht? Dat is maar 3 doelpunten slechter dan dat van ons. En ze staan gelijk in punten. Dus het kan gewoon nog een spannende slotfase worden voor de Eredivisie. Nu gaan we alleen wel eerst even de Europa League weer doen. En dan is het tijd voor de eerste wedstrijd tegen Slavia Praag in de kwartfinale. Wij spelen uit de eerste pot, dus ik ga maar spelen. En of ik de tweede pot ga spelen, geen idee. Zien we dan wel weer. Is sowieso pas voor de volgende aflevering. Want we doen altijd 2 wedstrijden per video. Nu dus Slavia Praag. Laten we eens gaan kijken met wat voor opstelling we gaan spelen. Ondanks dat Taylor hersteld is verklaard, is hij nog steeds niet fit. Dus Fitz Jim zal weer moeten gaan aantreden. En dan nemen we Unuvar Roma mee weer op het bankie. Brobby gaan we even eraf halen voor Weghorst. Summerville en Ziyech laat ik denk ik wel staan. Meijer gaan we eraf halen voor Sosa. En we gaan Olij keepen in plaats van Ramai. Dit is het team waarmee we het gaan doen. En hopelijk kunnen we gewoon de punten pakken. De overwinning pakken. En dan hebben we een goede uitzichtpositie voor de returnwedstrijd. Maar goed, dat is een kwestie van doen wat we moeten doen. Laten we richting de aftrap gaan.
Nou, daar zijn we dan. En wat lijkt dat Slavia te nu op dat van Feyenoord? We hebben in ieder geval de aftrap genomen. Puur om hun kleuren van het tenue. En het patroontje wil ik gewoon van ze winnen. Dus laten we dat even gauw gaan doen. Weghorst. Onze presser. Verovert gewoon de bal. Alleen ik zie dan te laat de mensen naar voren gaan. En zijn we hem ook gauw weer kwijt. Nou, het is veel duelleren op het middenveld. Niemand komt er echt door. Misschien nu dan weg. Nee, geen Weghorst. Jongen, niemand kan voor langer dan 10 seconden balbezit behouden hier. Het gaat alleen maar heen en weer. Oh, maar dit is wel echt een cruciale plek voor een verovering. Almada, dan moet je dit doen ook. En die poeiert hem over. Jongens. Nou, dan komt Slavia, Praag, Hato moet de vleugel even op. Omdat Sosa zijn man niet lopen. Goede verovering. Houdt die bal binnen. En nu uitverdedigen. Dat is prima. Misschien zelfs countermogelijkheid hier. Veel ruimtes. Somerville. Snijdt naar binnen. Ah, en dan staat Wout eigenlijk dan op zo'n situatie iets te veel stil. Dan wil je toch een spits hebben die diep loopt. Maar goed. Kijk, dit bedoel ik. Beide teams hebben moeite met balbezit. Ik verlies hem ook gauw hoor. Oh. Daar had ik hem bijna pronk weggepoeierd. Oh, Ziyech. Opeens loopt hij zich er tussendoor. Bouwt hem nog eventjes meegeven daar. Dat is goed, maar buitenspel. Nou, rust. En dit is toch wel een van de meest saaie eerste helftjes die ik in tijden heb gespeeld. Niet veel gebeurd. Hopelijk wordt de tweede helft wat spannender. Nou, dit moet hem dan toch worden. Hier is Ziyech open. Tikt hem naar Weghorst. Weghorst, haal uit. Ja. Woutje Weghorst. Daar is hij hoor. Hij tikt hem binnen en zo komen we dan eindelijk op een 0-1. Moet ik zeggen, we spelen uit voorsprong. Tweede helft, het heeft even geduurd. Maar hij ligt eindelijk in het netje. En nou moeten we gewoon uitbreiden. Als we gewoon 0-2 naar eigen huis gaan, als dat de return wordt. Helemaal dikke prima. Graag nog een goaltje erbij. Maar dankjewel Weghorst. Ziyech naar Wout. Daar is hij weer. Moet hem nu even afspelen. Almada, powershot, niet slecht. Hier komt Slavia Praag over het vleugeltje. Maar dat is geen goede voorzet. Het gaat weer heen en weer op het middenveld. Beide teams weten weer weinig te doen met balbezit. Terwijl nou Slavia er een beetje uitkomt op het vleugeltje. Maar ja, dat doen ze er weer vrij weinig mee verder. Nou, misschien dan nu Slavia bij onze 16. Komen nu in de 16. Gek paasje wel, maar Soetalo verovert goed de bal. Ziyech naar Almada. Almada, goed langs zijn man. Schiet maar, dat is een redding van de doelman. Twee van zijn mijn kant, Fitz Jim gaat eraf voor Vos. En Somerville gaat eraf voor Gods. Dan staat Ziyech hier klaar voor een hoekschop. Slingert hem de 16 in, komen we niet bij. Zeggen Roberto naar Hato. Dan is het ruimtes vinden. Ik denk dat we gewoon weer moeten voorzetten. Kan Weghorst daarbij? Nee. Hier is Gods. Kan net niet tot schot komen. Weer twee wissels aan mijn kant. Weghorst is wat vermoeid. Brobby gaat erop komen. En Ziyech gaat eraf. Voor Traoré natuurlijk. Nou. Slavia op zoek naar een gelijkmaker. Komen er nou enigszins langs. Maar Roberto herstelt zich goed en heeft de bal. Wel weer Slavia hier. We staan flink onder druk. Gelukkig komen ze niet doorheen. Daar wou ik niet heen pasen. Ik wou naar Traoré. Die stond helemaal open om te gaan. Please, voorover. Dankjewel. Enge slotminuten. Slavia toch nog een keer op jacht. Oh, ze zijn er door. Maar geen goede aanname. En dan is het einde verhaal. En winnen we met 0-1. Dat had daar anders kunnen aflopen. Dus dan komen we met een gelukje goed weg. En hebben we 0-1 voorsprong voor de returnwedstrijd. Prima. Ik ben daar tevreden mee. Weghorst scoort in 1-0 zegen voor Slavia. Zien we, ja, zijn doelpunt is de enige. En dan zien we daar een finale tegen Twente staan op het programma voor de KNVB-beker. Die finale is voor de volgende video, want we zijn alweer bij het einde. Mocht je daar zin in hebben, dan zou ik zeggen, klik op het duimpje omhoog. Ook gewoon als je deze video leuk vond. Zou wel fijn zijn. En ik zou zeggen, deel het ook voor de support. Zou ik zeer waarderen. Ben je nieuw? Wil je meer zien? Abonneer dan gerust. En dan is er een belletje waar je op kan klikken. Dan zet je notificaties aan. En dan hoef je geen enkele activiteit te missen op dit kanaal.
Ik bedank jullie voor het kijken en al je support. En ik check jullie bij de volgende weer. Tot dan. Later.